Nederland! Nu! Ik droom er nog van, zoals mijn broertje afgelopen zomer een EK heeft gespeeld met de heren. Daar droom ik ook van. Ik heb in de jeugd een aantal mee mogen maken. Maar ik weet zeker dat het toch anders is als je dat deze leeftijd of over een paar jaar nog kan doen. Dan speel je natuurlijk tegen echt de top van Europa en dat is iets waar ik wel naar uitkijk. Ik denk dat ik wel stappen in de goede richting blijf zetten. Zeker met nu de kans om hier bij het Nederlands team te staan. Is ook een soort van bevestiging voor mezelf. Dat ik echt gewoon goed bezig ben en dat ik gezien word en dat mensen naar me kijken. Maar ja, ik ben er nog zeker niet. En dat maakt het nu ook super tof dat ik hier met deze jongens mag staan en dat iedereen zo hard gaat op training. Iedereen is nieuw, het is een hele nieuwe lichting wordt opgebouwd en iedereen is echt aan het vechten voor een bepaalde plek ook bij het Nederlands team. En zeker op training merk je dat iedereen echt hard gaat en ik zie mezelf ook echt daaraan optrekken en tegen de beste spelers van Nederland op te kunnen boksen op training en vervolgens met hun samen te kunnen vechten voor het Nederlands team. Ik zag mijn broertje elke dag, we gingen altijd buiten basketballen of binnen spelletjes spelen of 's avonds stonden we samen op de training en ineens uit het niets is dat allemaal weg. En er zijn dan ook geen echte dagen dat je dat ineens weer terugkrijgt. Je bent gewoon een hele jaar, 5 uur van elkaar vandaan. Met bijna geen kans om elkaar echt te zien. Dus dat was zeker de eerste paar jaar wel lastig. Maar daarom maakt het nu een soort van extra speciaal dat ik dan nu weer voor de tweede keer dit jaar 7 dagen met hem echt fulltime door mag brengen. Dus dat, voor mij is dat echt iets superbelangrijks. Ik eigenlijk vroeger al had bij de jeugd-EK's, ik krijg meestal gewoon kippenvel bij het Brabants. Ja, dat is echt, ik weet niet waarom, het komt elke keer terug. Een beetje kippenvel toch voor een soort realiseren wat je eigenlijk aan het doen bent. Ja, gewoon een heel bijzonder moment. Het is stiekem ook een soort quality time. Kijk, we zien elkaar tijdens het seizoen eigenlijk niet. Maar verder, ik spreek hem elke dag over de telefoon, maar het is toch anders als je hem in het echt weer ziet, zeg maar. Een beetje die oude tijden, zoals je thuis in de zomer bent of als we samen op hetzelfde stonden vroeger bij Lokomotief. Ja, het is toch gewoon super leuk om dat weer te mogen doen en iets wat ik ook best wel mis, zeg maar, gedurende het jaar. We kennen elkaar zo lang dat we af en toe ook wat irritaties bij elkaar opwekken. Dat ik een bepaald schot neem waar hij het niet mee eens is, dan krijg ik het waarschijnlijk sneller te horen dan iemand anders. Maar ja, dat is iets wat me eigenlijk het hele leven hebben we het al zo gedaan. We kennen elkaar zo goed dat wat hij zegt is het belangrijkste, zeg maar, wat ik mee kan nemen. En dat heb ik wederzijds ook. Dat ik soms iets tegen hem zeg wat misschien even te hard is. Maar ja, daarvoor ben je ook broers. Daarvoor kan je sommige dingen ook op een andere manier zeggen. No matter wat hij zegt of op welke manier. Ja, ouders, die doen niks anders dan ons steunen en alles voor ons doen om onze carrière zo goed mogelijk te laten verlopen. En ik en mijn broertje zijn hun echt super dankbaar voor alles wat ze ook gedaan hebben voor ons. Mijn vader is super trots, die zal emotie niet zo snel laten zien. Mijn moeder die laat dat wat meer zien, maar ik denk meer trots dan dit kunnen ze bijna niet zijn, denk ik.